Hallo mensen van Huis Lee en hallo mensen van Huis Lee. Zeg ik nou van Lee? Wat is je kanaalnaam? Ja, ik weet, hoe heet mijn kanaal ook alweer? Hallo mensen van Huis Lee. Mijn naam is Milan Knol en vandaag zit ik samen met Tom Kemeneer en Link Tijger. Link Tijger. En wij zijn de Uitgroeiboys. Ja. Ja, jullie haar, dat ja. 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 Vandaag doen we een soort van quizje dingetje. Ik heb hier allemaal vragen op die kaartjes. En op die kaartjes staat dan waar ik ben. En dan ga ik per zin ga ik iets opnoemen en jullie moeten dan raden waar ik ben. Eindhoven. Nee. Kerkstraat 31 in 38, 47. Woon je aan de Kerkstraat 31, dan ben jij de gelukkige winnaar. Van de postcode. Het ding is wel, ik noem een zin op en stel je weet het en je doet even... Ik weet het, Milan! En je noemt wat en het is fout, dan ga ik naar een andere persoon de rest van de zin opnoemen. En als die persoon het dan nog niet weet, dan gaat de punt naar niemand. Weet die persoon het wel, krijgt hij de punt. Oké, we beginnen! Wat ontzettend leuk. Hebben jullie er zin in? Ik weet dat we beginnen. Handen op je knieën. Oh. Waarom heb je eigenlijk een bril? Anders kan ik het niet zien. Het is echt sick. Jij met bril ziet er echt... Radicaal uit. Lit uit. Radicaal. Ja. Die is zo grappig. Oké, okay, daar gaan we jongens. Jullie mogen raden waar ik ben. Ik lig in Schotland. Oké. Okay. Voor de gewone burger ben ik niet te vinden. Loch Ness Monster. Loch Ness Monster? Ja. Oeh, fout. Dan gaan we de rest van de zin even met jou doen, Don. Oké. Ik ben een fictieve school, gevestigd in een kasteel. Mijn leerlingen hebben speciale gaven. Hoe heet dat kasteel ook weer? Mijn trappen kunnen onverwacht een andere richting aannemen. Ja. De mensen op mijn schilderijen gaan wel eens bij elkaar bezoek. Hogwarts. Zwijnstein. Ja, Zwijnstein, ja, maar Hogwarts is de Engelse naam. Ja, ik vind hem goed. Ja, oké, dankjewel. Gefeliciteerd. 1 punt. 1 punt voor Don. 1 punt voor Don. Zo werkt het. Ontzettend leuk. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Het is zo gebackfired. Ontzettend leuk. Het is nog nooit eerder gebeurd dit. Nog nooit. In de history of card throwing. Ja, nee. Is er nog nooit... Ja, dan gooi je hem op de camera. Ja, maar er is nog nooit eens eentje teruggekomen. Doe gewoon veilig. Gewoon. Hand op de knie. Hand op de knie. Dat is het eerlijkste. Nee. Dom. Ik ben een stad op het noordelijke halfrond. Ik heb heel veel grachten. Ik ben de hoofdstad van mijn land. Amsterdam. Ja joh. Ja joh. Ja Amsterdam. Je hebt een puntje, 2-0. Hè? Deze is wel echt moeilijker hoor. Ik ben een land op het noordelijk halfrond. Ik heb veel woestijnen en hoge bergen. De meeste bewoners zijn moslim. Maar het zijn geen Arabieren. Ik ben rijk aan olie. Geen Arabieren, moslims, olie, noordelijk halfrond. Saudi-Arabië? Nee. Ik bevind me... aan de uiterste oostkant van het Midden-Oosten. Vroeger stond ik bekend als Perzië. En volgens een Amerikaanse president maak ik deel uit van de as van het kwaad. Mijn hoofdstad is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Teheran. Teheran. Waar ben ik? Met als beginletter I. Irak. Nee. Iran. Kom, ja, moe! Kut is dat! Maar hoe kut is dat? Ja, dat is één van de twee. Shit, sorry, jongen. Maar helaas, allebei geen punten. We gaan door naar de volgende vraag. Hand op de knie! Woo! Ik ben een wereldberoemde toeristische trekpleister. Ik ben in 1889 voltooid. Ik ben 300 meter hoog. De Eiffeltoren. Ja! Yes! Ah, lekker hoor. Goed gedaan. Het is 2-1. Waar ben ik? Waar ben ik jongens? Waar ben Waar ik? Waar ben jij? Ik ben een heel klein, fictief dorp. Oftewel, ik besta niet. Mijn bewoners zijn heel klein. Smurfendorp. Smurfendorp. Ja, ja. Smurfendorp. Ja, ja, heel goed. Gefeest. Ja, 2-2. Dat is heel kut. Ik geef jou geen hand meer. Ja. Volgende vraag. Waar ben ik? Ik lig op het noordelijk halfrond. Alweer Amsterdam. Naar het zuiden, joh. Ik ben een natuurverschijnsel. Okay. Ik ben een schoonheid. Ik lig mama in tegen. 7 landen. Wie? Ik zei mama tegen, wat een schoonheid was. Veel grote rivieren ontspringen in mij. De Rijn.
De Rijn. Nee. Nee. Oh, kut. Nee, dat was hem niet. Oh, dat betekent dat jij dus... kut. En bij jou laatste zin, hè? Ja. Menig toerist komt me bekijken en op me skiën. Vind ik zo lekker. Ja, de Rijn sowieso. Hannibal gebruikte olifanten om over mij heen te trekken. Dat vind ik ook lekker. Ja. En de Mont Blanc is mijn hoogste berg. De Alpen. Ja, de Alpen. Heel goed. Heel goed. 3 punten. Nee, 2 punten. Waar ben ik? Ik ben een rivier die bijna alleen maar op het noordelijk halfrond stroomt. En jij moet je hand op je knie. Nee, ik wil het wel zeggen. Zeg maar. Doe dan. De Rijn. Nee. Shit. Nee. Ik ging er gewoon voor. Nou Don, ik stroom hoofdzakelijk in noordelijke richting. Ik heb 2 hoofdtakken met kleuren in hun naam. Mijn vallei en delta horen bij de vruchtbaarste gebieden ter wereld. Mozes werd in het riet langs mijn oever gevonden. Ik stroom door de Vallei der Koningen. De grote piramides staan op mijn westelijke... Ja, de Nijl. Heel goed. Okay. Oh, ben je zo goed? Wow, wow, die gooide ik sick. Ja. Die was echt sick. Nog een keer. Ja, 4. Ik heb het... Oh, nou. 4 punten. Ja. 2 punten. We gaan naar de volgende vraag. Ik ben een land in Europa. Oké. Okay. Amsterdam. Schijntje, ik heb niet gebeld, dus dan telt het niet. Ik heb 2 belangrijke bevolkingsgroepen. Hm? 2 kampioenen van het damestennis zijn hier opgegroeid. Oh, jullie weten het natuurlijk wel. Mijn hoofdstad is het hoofdkwartier van de EU. Hoe kut is dat? Ik weet het niet. Sowieso niet. Het is Engeland. Er is een groente vernoemd naar mijn hoofdstad. Welk land ben ik, hè? Hier wordt bier gemaakt. Ik ga niet zeggen wat voor bier. Ik lig tussen Frankrijk, Duitsland en Nederland. België. Nog een keer? België. België, ja, heel goed. Hey! België. Ja, goed gedaan. Ik geef je geen hand, want jij geeft maar daar wordt wat? Jij hebt 4 punten. Jij hebt 3 punten. Ik ben de winnaar. Ik heb 5. Gefeliciteerd. Einde. Oh, wacht. Nee, we gaan wel door. Ik ben een land op het noordelijk halfrond. Ja, niks is hier in het zuiden. Het is echt apart, hè? That's racist. The racist. Ik heb woestijnen. Ik heb oerwouden. En ik heb woeste rivieren. Binnen mijn grenzen liggen de hoogste bergketens van de wereld. Ik ben het thuis van de oudste nog bestaande religies ter wereld. Ik bezit zelfs een van de beroemdste en mooiste gebouwen ter wereld. Ik heb meer dan 1 miljard inwoners. Dat is wel veel. Ja, dat is wel veel. Welk land ben ik? China. 1 miljard inwoners. Nee, fout. Link. Oh ja, woestijnen. Ja. Er zit geen woestijn uit. Hoe kut is dat? Ik voer al jaren strijd met mijn buurland om Kashmir. Ik ben de geboorteplaats van Mahatma Gandhi. Ik weet het. Mijn hoofdstad is New Delhi. Kom op. Waar ben ik? Waar ben ik? Met als beginletter I. In India. Ja! Okay, India! Okay. Ja, maar ze zat allemaal druk op en ik dacht, shit, die Gandhi, kan ik gewoon niet verkeerd. Bij Gandhi had je hem gewoon moeten weten. 4-4. Ja. 4. Oh, dan is dit de winnende punt. Ik ben een land. Land. Noordelijk halfrond. Noordelijk halfrond. Zuidelijk halfrond. Oh! Okay, dus, ja. Veel succes, hè. 85% van mijn bevolking is dood. Nee. Nee, gewoon. 85% van mijn bevolking is van Europese afkomst. Mijn naam komt van het Latijnse woord voor zilver. Ik ben het op 1 na grootste land in Zuid-Amerika. Mijn volk spreekt Espanol. Ik schonk de wereld de tango. Argentinië? Ja. Oh. Ja. Ik was echt erover aan het twijfelen, jongen. Ja. Ik heb Brazilië en Argentinië. 85% Europese inwoners. Ja, dat vond ik echt veel. Ik dacht, dat is ja, ik zat ook. Niet doen, dat zijn, dan gaan de advertenties weg, niet dat erin. Nee. Hey, maar echt tof dat je keek. Ik hoop dat je het leuk vond. Gefeliciteerd, Don. Woo! Victory Michi. Yay! Klik hieronder voor een nieuwe video. En graag tot een volgende keer. Dag. Later.